De gemeente Bergendal heeft besloten geen extra subsidie te gaan verlenen voor de huur van het inloophuis De Korenbloem. Maar het inloophuis dat mensen met kanker opvangt had al langere tijd moeite om rond te komen. Zo legt penningmeester Jan Norp uit. Als je dus een huur van 4000 euro per jaar plus nog wat andere dingen moet betalen. Ja, dan, en je krijgt maar 1500 subsidie. Dan is het al heel moeilijk om die 2500 zelf op te brengen. En Gerda van den Broek, vrijwilliger van het Eerste Uur, vertelt waarom juist De Korenbloem het geld zo hard nodig heeft. We zijn een club ouderen, maar allemaal geconfronteerd met kanker of een heel ernstige vorm van iets anders. En we zijn dus, we bestaan nu net 5 jaar. Dus we zijn nu net eigenlijk goed aan het draaien. En al een jaar is die subsidieknop gehalveerd. En dan moet je dat zelf allemaal opbrengen. En dat kunnen wij niet meer. Wij zijn allemaal zieke mensen. En ik denk dan, als ze voetballers kunnen sponsoren. En er zijn zoveel clubs en dingen die allemaal sponsorgeld kregen. En dan voor ons draaien ze die kraan dicht. Maar Norp vertelt dat buiten het gebrek aan geld het inloophuis toch al minder goed liep. Vanaf het moment dat ze verschillende ruimtes in moesten leveren. Vrij moesten houden, nou, dat kwam ons eigenlijk wel goed uit wat financiën betreft. Maar we moesten wel eigenlijk de mooiste ruimte inleveren. Maar de mooie ruimte was dus ook niet meer zo geschikt, doordat die vouwband niet meer open kon. En daardoor zitten we dan een beetje verstopt in de mallenmolen. Dat ze zo verscholen zaten, zorgde voor minder aanwas en minder vrijwilligers. Maar geen subsidie om de huurkosten te dekken betekent uiteindelijk de stop van De Korenbloem. Maar Van den Broek, die elke week voor een groepje vrouwen invulling geeft aan de middag, moet daar niet aan denken. Ik heb wel eens ooit gezegd, dan neem ik ze allemaal mee naar huis. Maar ja, dat is natuurlijk geen mogelijkheid. Maar zo gaat me dat aan het hart, ja, werkelijk. En ook Norp hoopt nog op het krijgen van een andere ruimte of extra geld. Ja, hoop moet je houden, anders dan. We hebben de moed er niet opgegeven.